Peter van der Vlag, even lekker op trainingskamp hier in Epe. Hoe gaat het ermee? Ja, gaat hartstikke goed. We hebben enorm veel zin. Veld is super. En ja, lekker weer bezig. Dus ja, erg blij. En weer twee keepers tot je beschikking. Ook lekker, denk ik. Fijn dat Sonny terug is. Ja, dat is heel fijn. Ik hoef zelf niet meer aan de bak, gelukkig. Dus nee, heel blij met Sonny. Dat wouden we graag. En ik ben blij dat hij de keuze heeft gemaakt om bij deze mooie club te blijven. Hoe lekker is het voor jou dat je nu eigenlijk kunt voortborduren op de lijn waarop je eigenlijk met de keeper zat? Ja, dat is heerlijk. Vorig jaar was natuurlijk mijn eerste jaar en dan krijg je twee keepers. Je weet niet zo goed wat je ervan moet verwachten. Je ziet ze wel eens keepen, maar ik weet nu wat ze kunnen en we gaan een stapje extra doen en zorgen dat ze nog beter worden. Ja. En om te beginnen hier in Epe, denk ik, waar ligt de focus op bij jou? Nou, het is nu echt puur fit worden. Hè. Je hebt het veld gezien, dat is perfect. En thuis hebben wij het kunstgras, is ook goed. Alleen nu kun je toch nog even wat extra's doen. Je houdt altijd wel wat rekening met het kunstgras. En dat hoeft nu gelukkig niet. Waar vind jij dat de jongens zich nog in kunnen verbeteren? Nou, om met Pieter te beginnen. Pieter die is al wat brutaler geworden. Hè. Daar zijn we hard mee bezig. En gaat stukken beter. En ja, Sonny is in principe een hele complete keeper. Is rustig, alleen die heeft soms nog eens de neiging om misschien eens wat nonchalant te worden. En dat gaan we er zeker uit halen. Sonny is ook nog niet uitgeleerd? Nee, die is zeker niet uitgeleerd. En dat zegt hij zelf ook. En dat was ook een reden om voor hem te blijven. Hij heeft een prachtig jaar gehad en we werken goed samen. En hij voelde ook dat hij beter werd. En daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Nog even kort terugblikkend op het afgelopen jaar. Het was natuurlijk een geweldig jaar. Ook voor jou was het weer nieuw als keeperstrainer hier bij Cambuur. Hoe was het voor jou het eerste jaar? Ja, nou, in het begin was het even wennen. Hè. Ik was net gestopt met zelf spelen natuurlijk. En als de trainer mij dan vroeg van Peter, wil je even meedoen? Dan was ik echt als een kind zo blij. Maar ik merkte wel in de loop van het seizoen dat ik dacht van het is klaar. Ik ben nu echt trainer. En als hij mij nou eens een keer vraagt, dan zeg ik van zullen we een jeugdkeeper erbij vragen? Maar ja, ik ben nu echt trainer. En ja, dat is ook weer een stap in mijn ontwikkeling. Dus nee, hartstikke blij. Ja. Waarin merk je dat je als keeperstrainer ook ontwikkelt? Nou, door dat soort dingen. Ik werd wel brutaler. Ik ging me meer met dingen bemoeien. En ja, dat was in het begin is het een beetje aftasten. Dat was ook mijn eerste jaar. Kijk, ik heb wel wat training gegeven bij de jeugd in Groningen. En hè, met Sergio en met Kiel. Alleen nu ben je de keeperstrainer. En nou, dat was, in het begin was het wennen. Maar ik ben toch heel erg blij dat ik de keuze heb gemaakt.